Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. Het is lekker weekend en Jordi en ik zijn op tijd wakker geworden. En het is best wel een oké dag. Er komt wel iets van een zonnetje door, dus dat is lekker. En we zijn nog in chillpakken. Ik draag altijd leggings in het weekend. Heerlijk. En we gaan denk ik even lekker buiten wandelen. Ergens koffie halen, misschien bij Toki of bij het Westerpark of bij Good Beans. Ergens in de buurt van de West of de Haarlemmerdijk. Dit is dan een typische weekend chill look. Een lekker zacht mutsje van Arquette is deze. Daar hebben ze altijd hele lekkere sjaals en mutsen. En eigenlijk alles wat ze daar hebben ben ik fan van. Een trui van Acne. Ik weet niet meer waar die precies van is. Maar is echt, hij was extreem zacht. En toen heb ik de domme fout gemaakt om hem een keer, hoewel koud, in de wasmachine te stoppen. En nu is hij veel stugger geworden. En echt huilen met de pet op. Want dit was echt zo'n investment piece. En ik dacht, dan heb ik één supergoede zwarte trui voor mijn leven. Maar ja, dat liep dus anders. Ik heb een sportlegging van Nike aan. Bij Zalando bestelde ik die en gewoon chille zwarte sokken. En ik denk dat ik wel zin heb in een grote statement jas. Ofwel mijn grote teddy of mijn Dries van Noten, die best wel uitgesproken is. Deze vrienden aandoen. Ik ben gewoon te lui om mijn veters überhaupt te strikken. Dus ik doe ze altijd gewoon zo aan en uit. Ze zijn een beetje te groot, maar ik kan niet tegen de kleine schoenen. Ik krijg vaak vragen over deze. En dit zijn de New Balance 35. Ik zou ze wel een maatje groter nemen. Ja, dit is wel een lekker Yeti gevaar hoor. Onze kledingkast is echt een bende, maar we hadden even geen zin om het op te ruimen. Oeps. We halen een koffie bij een van onze favoriete zaakjes. Good Beans. Hele lieve guy. Hallo, we zijn weer thuis en we hebben een hele lekkere wandeling gemaakt. Echt een lange wandeling ook wel. Bijna 2 uur zijn we weg geweest, denk ik. En nu gaan we iets heel leuks doen, namelijk een van de eerste dingen van mijn decemberlijstje. Lekker op tijd. Decemberlijstje is iets wat ik van Suzanne, bij Suzanne voor het eerst hoorde. Een vriendin van mij waar ik mee bij Linda werkte. En het is eigenlijk gewoon een lijstje met allemaal leuke dingen die je in december nog wilt doen. Dingen waar je nooit echt tijd voor maakt of waar je blij van wordt of waar je echt een holiday gevoel van krijgt. Dus ik heb wat dingen opgeschreven en ik denk dat het heel leuk is voor jullie om hetzelfde te doen. Het is echt leuk om even bij stil te staan van wat zou ik nou echt nog in december willen doen? Net voordat dit jaar eindigt. Je hebt nog heel even. Misschien kan je bijvoorbeeld nog 3 dingen bedenken of zo. Kunnen grote dingen zijn, kleine dingen, maakt allemaal niet veel uit. Bij mij staat er bijvoorbeeld op een Scrabble-avond met Jordi. All You Need Is Love kijken met Milan in onze joggingpakken, wat we altijd doen. Een bijzonder gerecht maken, wat echt veel tijd kost en wat ik nog nooit heb gemaakt. En dat gaan we dus vandaag doen. Een lange natuurwandeling aan zee of in een bos of zoiets. Het huis helemaal opruimen. Bij mijn opa en oma in Brabant langsrijden en oliebollen voor de deur afgeven. Dus dat zijn eigenlijk wat dingen die op mijn lijst stonden. Ik denk niet dat alles nog gaat lukken. Maar Jordi en ik hebben de hele dag genomen, nou ja, zo goed als, om voor het eerst in mijn leven zelf stoofvlees te maken. We hebben allemaal recepten bij elkaar gezocht voor Limburg zuurvlees. En we koken eigenlijk nooit vlees, maar dit is dan iets wat ik wel echt heel graag ooit een keer wilde maken. En we gaan zelf ook dikke Limburgse patatjes erbij maken. Zeggen jullie trouwens patat of friet? Ben ik ook wel benieuwd naar. Er gaat ontbijtkoek in. Kruidnagel, laurierbladen, azijn. Van alles. Het wordt denk ik heel lekker. En ik ben heel benieuwd hoe het uit gaat pakken.
Ik heb zo'n hele mooie stoofpan. Een leuk recept die ik precies een jaar geleden volgens mij voor Sinterklaas kreeg. En eigenlijk echt 3 keer heb gebruikt in mijn leven. Dus it's time. Ik wil iets laten sudderen. Oké, wat nu? Schenk de azijn en het warme water langs de wand van de pan bij het vlees. 100 ml azijn, zegt hij. Maar dit recept zei 400 ml. Ja, dat is wel wat. Oh, zo kan ik voor veel meer vlees aan de hoe gaan wij het afmeten nu? Beetje op gevoel? Ja, oké. We moeten zo'n keukenweegschaaltje. Doordicht. Ah ja, voor de pakketten. 100 ml kruimwater warm. Oké. Exciting! Ik schep het vlees in. Misschien moeten we dit nog heel even, dat het echt iets meer bruin is. En dan erbij gooien. Oké, excitement, water en azijn. Ja. 4 jeneverbessen. Zoveel. Maar dan, hoe bijbel je jeneverbessen nog meer in? Hiervoor moet je echt gewoon 180 keer stoof maken. Nou, ik kan ook als je bijvoorbeeld groente of fruit inlegt. Oh ja, wat dat andere wat ze vaak doen. Ja, dat zou ik ook wel doen. Oké, is goed. Eigenlijk moeten we dit eens per maand doen, zo'n kookdag. Met echt hele uitgebreide recepten. Ik heb 4 van die bessen er nu in gedaan. Midden op een blad. Hè? Ik zet het midden op een snijbel. Oh, sorry. Sorry. Wilde jij dat ik er meer door je weet? Ja, nu maar 5 of 6 flesjes. Voor mij mag je wel lekker kruidig zijn. Voor mij ook wel. Van die kruidnagel ook wel 1. Ja. Oh, dat ruikt lekker. Waar ruikt dit nou naar? Naar kruidnagel. Maar waar zit dat in? Speculaas. Het ziet ook heel erg een soort van 16e eeuw of zo gevoel krijg ik altijd bij. Zo dat je... specerijen. Specerijen en heksenjacht en dat soort dingen. Heel random. Om en we gaan er nu wat ui bij mieteren die ik eerst in de pan heb 5 minuten bak. Jordi is zo lief geweest dit al voor te snijden. Zeker. Hey, Jordi, kom. Die moet toch in de kant boter? Oh. Wat heb je hier nu in gedaan? Olie. Heb jij het gelezen of niet? Receptje. Nee. Ik zal weghalen. Ja, die maakt het wel echt met de poten eigenlijk. Oh, oké. De rodemans. De stoof staat inmiddels nog een keer 1,5 uur op. En hij ziet er echt geweldig uit. In hindsight hadden we iets te veel stroop gebruikt. Hij is net iets te zoet en smaakt iets te veel naar stroop. Maar ik had niet het idee dat we echt te veel gebruikten. Maar dat is denk ik ook persoonlijke voorkeur. Zou ik de volgende keer wat minder doen? We hebben dus paarse aardappels gekocht. Ik vind het niet zo leuk. Ik wil eigenlijk echt een classic friet met stoof maken. Maar ja, het stond er niet op en we wisten het niet. Wow. Nu gaan we nog onze eigen friet maken.
eerst aardappelen schillen, dan snijden, koken en 2 keer in de oven. Exciting! Drinkgedrag deze dagen. Hallo? It's kerst! We zijn echt al uren en uren en uren verder. Hoe laat is het nu? 7 uur of zo? We zijn er rond 1 uur of zoiets begonnen. De frieten zitten er nu in voor de laatste 10 minuten en dan kunnen we eindelijk lekker gaan eten. We hebben ook heerlijke biologische appelmoes, dus top en Vlaamse mayo. En we hebben net een kerstfilm aangezet, Four Christmases, met Reese Witherspoon, die ik geweldig vind. En Vince Vaughn. We gaan Belgisch bier openen. Zo zijn deze avonden bedoeld. Beamer live. Alleen de kast staat er nog steeds voor. Dat wordt in het nieuwe huis wel anders. Oh ja, hele mooie bierglazen. Well, hello. Dit is echt geweldig geworden. Oh my god.